Ja, hallo, hallo. Uh, welkom terug uh, voor de podcast op de Sofa Metzeka. Vandaag uh, ben ik met een prachtige dame. Uh, en een uh, dame die heel mooie uh, poëzie kan schrijven. Ik uh, welkom Marleen van Leenput. Uh, dag Marleen, welkom. Dankjewel. Ja. Dank All the way van Tiene naar Gent. Ja, hoe ja. gevonden? Alles ja, ja. Op, Voilà, het ging heel vlot. Voilà. Ja, vandaag ben je hier met uw wederhelft, Karel. Het is wel fijn hè? om samen een ja. uitstapje te doen, zou ik zeggen. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja Marleen, um, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat heel goed, dankjewel. Ja. Um, ik ben hier vandaag om, uh, om u iets meer te vertellen over mijn uh, boek Spijkerpoëzie. Um, ja, daar valt natuurlijk heel wat over te vertellen. Nee, ja. Zeker na de periode van de coronatijd. Dat is ook de periode waarin ik dit boek geschreven heb. Enerzijds omdat ik zelf met een aantal vragen zat van ja, hoe, zie, hoe gaat de wereld er nadien uitzien? Uh, gaat alles terug normaal worden of niet? Uh, hoe gaan mensen daarmee om? Ja. Want je bent zelf, uh, voor de mensen die je niet kennen, je bent... Psychologe? Ik ben psychotherapeut in opleiding ja. en daarnaast ook uh, coach. Dus mensen komen bij mij terecht met allerlei vragen. Dat kan gaan rond uh, levensvragen. Uh, ja, waar, waar sta ik vandaag? Waar wil ik naartoe? Um, dat kan ook te maken hebben met een loopbaan. Bijvoorbeeld iemand die zich niet meer zo prettig voelt in zijn huidige job of graag wil doorgroeien. Al die vragen komen bij mij terecht. En samen gaan we dan zoeken naar gepaste oplossingen. Ja. En. Um, dat is tevens ook mijn grootste bron van inspiratie. De gesprekken met, uh, met mijn cliënten, om daaruit eigenlijk um, ja, bepaalde moeilijke vragen ook duidelijk in kaart te brengen en daar misschien wel een, een, een antwoord op te geven. Um, ik probeer altijd iedereen zo vrij mogelijk te laten om zelf te kiezen wat voor hun het beste is. Omdat ik geloof in het potentieel van iemand. Dus ik geloof ook al voelt dat niet altijd zo wanneer je vastloopt tegen iets, dat, um, dat er altijd nog mogelijkheden zijn binnen in jezelf om de kracht te vinden om er terug te staan. Ja. En dat is ook uh, de boodschap die ik met het boek Spijkerpoëzie wil uitdragen. Het potentieel van de mensen is zo groot en het is een boek over hoop en terug de kracht vinden om er terug te staan. Zo jong so en zo so wijs. <laughs> Fijn, ik vind het altijd heel prettig om zo'n krachtige dame te hebben die het ook weet goed te vertellen, die inhoudelijk ook zeer sterk is en dat, dat doet me echt absoluut plezier. Dus ja, psychotherapeuten, uh, en je zegt ja, in corona heb ik iets meer werken gehad. Ja, ja. absoluut. <laughs> absoluut. Um, er zijn heel veel uh, mensen die eigenlijk voor de eerste keer um, tegen zichzelf liepen, um, letterlijk tegen de muren liepen. Thuis, eh, niet uit huis werken, geen mensen ontmoeten. En um, die eigenlijk totaal de verbinding met zichzelf kwijtgeraakte. En uh, het gaat echt om die connectie. Dus die connectie met uzelf, de connectie met de mensen rondom u. We hebben elkaar nodig. Um, ik zeg ook altijd: uh, eh, we zouden elkaar nog meer moeten vastnemen, zeker nu het terug kan. Elkaar een goede dikke knuffel geven. En ik beschouw spijkerpoëzie ook. Een boekje dat eigenlijk ja, een, een knuffel weerspiegelt. Dus het staat eigenlijk um, ja, uh, in het teken van elkaar een warme knuffel geven. Ja, ja. ja de coronatijd is natuurlijk uh, once in a lifetime dat een uh, hele planeet overkomt. En uh, ineens wordt uw uh, drukke leven bij de meeste mensen gereduceerd aan. Ja. Eigenlijk geen bezigheid, geen drukke leven, en niets te doen. En ja. een dag daarna terug niets te doen. En dan begint dat, hè? Ja, ja, absoluut. En we zitten nu natuurlijk in de post-Covid-fase, waarin dat iedereen terug aan het opstarten is. En ook daar um, heb ik het gevoel dat mensen daar niet echt op voorbereid zijn. Van, eh, heb je ook het gevoel dat de mensen zeggen: ja, maar ik wil zo'n drukke leven niet ja, meer? Absoluut, ah. absoluut. Mensen die echt zeggen: van goh, wat is voor mij het allerbelangrijkste? En dan komt het toch vaak neer op familie, uw vrienden. En vooral je privéleven, een mooie balans in je privéleven met je werkleven. Je ziet dat ook bij, bij veel bedrijven die de policy van het thuiswerken, remote werken... Uh, gaan blijven houden. Gaan blijven behouden. Ja, ja. Juist omdat, allez, het is sowieso in deze tijden al heel moeilijk om goede medewerkers te vinden, maar vooral ook om ze te behouden. En ik vind het een heel positief teken dat bedrijven daar uh, rekening mee houden om mensen ook die kans te geven om een meer gebalanceerd leven te hebben. Ja. Ja. En ik zou zeggen vanuit de ooghoek van jouw cliënten of patiënten, als je zo mag ik zeggen, um, zijn ze even efficiënt als als op je op kantoor zit? Um, ja, ik denk of dat productief? ik denk het wel. Ik denk dat het voor veel uh, mensen in het begin een beetje zoeken was, zo die structuur. En uh, daar heb ik ook heel, met heel wat mensen rond gewerkt. Van hoe ga je die structuur behouden? Uh, heel veel mensen die bijvoorbeeld niet netjes aangekleed waren. Ja, dan kom je niet in die werkmoed. Dus daar begint het mee. Je staat s morgens op, je ontbijt, je kleedt je alsof je naar je werk gaat. En je ge, ge start gewoon met werken. Um, dus inderdaad, dat is heel, heel interessant dat je dat zegt, want dat is inderdaad iets wat vaak uh, gevraagd werd. Van ja, ik vind die structuur niet meer. Ofwel ben ik niet productief, ofwel blijf ik juist veel te lang doorwerken, omdat ze de deur niet zomaar kunnen dichttrekken van hun kantoor, bijvoorbeeld. Mm. Dus ik denk dat, daar ook, um, dat dat voor veel mensen wel doorheen de tijd gemakkelijker gaat worden: ja. dat het gewoon een kwestie van wennen is en, en structuur brengen in je eigen leven, privé en professioneel. Hoe belangrijk is het voor iemand die uh, zich in die situatie vindt om te kunnen zeggen, kijk, ik heb vandaag echt goed gewerkt, ik ben tevreden, ik voel me echt, echt voldaan. Um, hoe belangrijk is het om dat ook te hebben zonder iemand daarbij te zeggen, ah, je hebt goed gewerkt, maar ik yes. heb het gezien of... Uh, ja, ja. Dat, dat is ook heel interessant wat je vertelt. Omdat ja, als je collega's niet aanwezig zijn, successen zijn pas successen wanneer ze gedeeld kunnen worden en wanneer die gevierd kunnen worden. En als je dat in je eentje moet doen, is natuurlijk een ander verhaal. Uh, dan als je op een kantoor zit en samen resultaten kunt vieren. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook om daar uh, terug ja, mee van start te starten gaan. Dat mensen letterlijk echt. Uh, vieren, ja. meer plezier hebben, ook op kantoor. Het is ook iets gemakkelijker, denk ik, om, als je live met elkaar zit om te overleggen, ideetjes uitwisselen absoluut. en zo. Dat werkt toch net iets anders, hè? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Dus misschien een goede combinatie van werken van thuis uit en ja. al dan niet toch wel wat hè, ja. wekelijks op kantoor te ja. zitten, waar mogelijk. Ja, ik heb ook zo'n um, soort van enquête gezien waarin dat die vraag wordt gesteld aan heel wat medewerkers. Van ja, um, hoe ziet je het zelf? Uh, zou je full remote willen werken of toch ook op kantoor? En dan was het ook die mix dat de meesten prefereren. Ja. Dus ik denk inderdaad dat um, bedrijven daar een heel mooie gest in kunnen doen om een kwaliteitsvol leven voor hun medewerkers ook uh, te garanderen. Ja. Nou, kijk eens aan. Dus jouw uh, klant, als ik zo mag zeggen, ja. daar heb je ook uh, veel uh, geholpen, maar je hebt er ook veel van geleerd. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat maakt uh, psychotherapie en coachen heel erg boeiend, omdat elke persoon die je ontmoet, heeft zijn eigen verhaal. En dat inspireert mij enorm. Ja, ja ik heb dus, daar heel ja? veel mooie, mooie verhalen gehoord. Uh, ook Moeilijk bespreekbare thema's natuurlijk. Mm -hmm. um, ik ben zelf als coach iemand waar dat. Um, allee, ik probeer zo, zo weinig mogelijk bevooroordeeld te zijn. Wat niet altijd gemakkelijk is, want soms in situaties, hè, mening is snel gevormd, maar dat is echt uh, iets waar ik intensief op train om eigenlijk elk taboe ook te durven bespreken. Er zijn daar een aantal taboes. Ja, absoluut. Ja. absoluut ja. Ja. Ik ga een, um, een voorbeeld geven. Dat was uh, iemand die uh, zelf huisarts uh, is. En uh, door, door een enorm hoge werkdruk en vooral het verantwoordelijkheidsgevoel. zelf uiteindelijk ja, een verslaving heeft um, opgelopen erg verslaafd is geworden en die dan vervolgens ook... Aan... Ja, en een, een pijnstillende... Een ja, ja. pijnstillende mm -hmm. ja, medicatie eigenlijk. En dan vervolgens ook in opname is geweest en... Um, en dat is ook, je eigenlijk een beetje gekomen door de drukte en de ja. enorme uh, drukke verantwoordelijkheid dat na de huisarts en gescholen ja, 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 absoluut. En uh, toen ging ik nadenken van, ja, ik vroeg me af van, ja, inderdaad, hoe zit het eigenlijk voor huisartsen of artsen in het algemeen... Um, ja, kunnen zij terecht met hun problemen? Want het zijn vaak mensen waar dat we heel veel respect voor hebben, die zeer verantwoordelijk zijn voor ons. En ook en, zorgdragend. Ja, en absoluut. die zijn ook altijd beschikbaar. En dat vind ik, vind ja. ik ook zo mooi aan die Anne. Ook aan mijn huisarts, die, die is dag en nacht bezig. En ik ben daar eens een keer op consultatie geweest. Ik denk letterlijk op die twintig minuten. Had hij 50 telefoons gekregen en ja. ze blijft heel geduldig, heel vriendelijk telefoontjes behandelen ondertussen mij onderzoeken en helpen. En je, en je ziet het, en dan denk ik: Oké, okay, ik ben nu subit weg. Ja. Maar zij blijft het tot vanavond de 8, 19 uur doen, ja. dag in, dag uit. Uh, en ja. ook soms ook met risico voor haar eigen gezondheid, want ja. als huisarts kom je overal Absoluut. binnen. Ja. En uh, ja, corona maakt geen onderscheid hè? Ja, tussen inderdaad arts en uh, gewone mensen. Ja, ja. inderdaad. Mm. Ik denk, zowel fysiek uh, moet je het maar kunnen volhouden, maar ook mentaal, natuurlijk. Want je komt ook wel wat. Zware zaken tegen als, als arts. Dus ik denk inderdaad dat daar uh, die zelfzorg ook heel belangrijk is. Oh, ja. ja, absoluut. En vooral ja, als het um, op taboes aankomt, dat het taboe toch doorbroken kan worden. Dat ook mensen die een zeer verantwoordelijke functie hebben in onze maatschappij, dat ook zij uh, terecht kunnen en daar open over mogen zijn of durven zijn om ja. hulp te vragen wanneer het dat nodig is. Maar dat is niet altijd zo. Je kunt er niet als leidinggevende ook zeggen. Ja, sorry, ik heb het ook even moeilijk. Ja. En ik ga mijn bedrijf even laten zoederen, ja. want ik moet een weekje uit. Dat ja, inderdaad. kan daarna. Ja? Nee, nee, inderdaad. En daarom dat uh, ik denk, ik geloof heel sterk in. Um, zelfzorg en vooral proactief. Als je voelt van eh, ik begin hier toch tegen zaken aan te lopen, dat je op tijd uh, op de noodruim gaat staan. Dat het zover niet hoeft te komen dat je bij wijze van spreken een week of een maand uh, totaal niet meer kunt functioneren. Ja, ja absoluut. Ja. En dan kunnen wij bij u terecht eventueel. Ja, <laughs> absoluut. absoluut ja. Waarin dat je zich niet alleen kan je uh, praten over wat uh, dat scheelt, Of hoe voel je eigenlijk? Hè? Maar ook uh, kan je mensen helpen met een aantal tips en ja. Uh, adviezen. Ja, ik vraag ja. altijd um, wat dat de cliënt van mij verwacht. Omdat ik, um, ik wil in de eerste plaats luisteren. Um, maar als de persoon zegt: Van ja, kijk, ik zou toch wel graag wat advies willen, dan kan dat ook. En dat is het voordeel van het coachen. Mm. Dus in coaching. Um, Past het om ook adviezen te geven, om samen ook een plan, een actieplan op te stellen. En dat die persoon effectief opgevolgd wordt terwijl hij dat uitvoert. En bepaalde veranderingen in zijn leven gaat, gaat ja. uh, invoeren. Maar heb je dan ook niet zelf, als ja, iedereen komt naar jou met problemen. dan zit je een dag vol met luisteren naar problemen. Ja. Heb je het soms ook niet moeilijk een beetje met. Oh. Ja, voor mij. Um, ik, ik schrijf al heel lang. En voor mij is dat de beste uitlaatklep om die moeilijke zaken. Wanneer ik het op papier zet, is het van mij af. Dus, uh, en daarom dat ik ook um, dit boek heb geschreven, omdat het gewoon. Um, het zijn gedachten. Het, het is ook niet iets um, wat ik probeer op te dringen, bepaalde ideeën of zo. Het is echt iedereen kan ermee doen wat hij wil qua interpretatie. Maar het zijn wel mooie verhalen om te delen. Ik beschouw de gedichten als verhalen. Um, vooral om uh, in, in functie van hoop, doorzettingsvermogen en om terug gelukkig te worden. En vooral, wat is heel belangrijk, uh, dat is voor mijzelf ook natuurlijk een uitdaging. En dat is relativeren. Bepaalde dingen die je tegenkomt. Um, je kunt het op verschillende manieren bekijken en door te relativeren krijg je het meestal wel geplaatst. Dat is inderdaad, dat, dat, dat kunnen plaatsen in een juiste kader en zeggen: oké, okay, dat is dat, ja. niet mijzelf. Ja. Dat is wat ik doe, ja. niet ik, of dat is wat me overkomt, maar ik ben. Toch iets meer of iets anders. ja en en ik ben Ali. Als ik nu mag in uw, in uw plaats mag spreken, ik ben uh, waardevol, ik ben sterk, ik ben krachtiger dan ik misschien zelf soms denk en ik kan een verschil maken voor mezelf, maar ook voor de mensen rondom mij. En uh, dat bedoel ik met het potentieel. Um, ik kom vaak mensen tegen waarvan ik denk van wow, die persoon heeft zoveel kwaliteiten, dat zit daar ergens verstopt, maar die ziet dat zelf niet. En dan heb ik zoiets van, ja, dat moet, dat moet gewoon uh, helemaal tot zijn recht kunnen komen op een of andere manier. En dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Ja. Die talentontwikkeling, dat potentieel eigenlijk laten groeien. En ja. vanaf het moment dat mensen dat zelf ook voelen, van, oh, ik heb toch wel successen geboekt, met eigenlijk zaken wat ik al kan. He, want we hebben altijd de neiging om iets te willen waar, wat we zelf niet beschikken. Waar we zelf niet over beschikken. Of iemand anders te zijn, of zoals iemand ja, anders. Ja, omdat uh, we he. ons spiegelen aan de mensen rondom ons. En omdat we onze eigen kwaliteiten vaak niet zelf zien. Mm -hmm. En dat vind ik zo bijzonder. Ja. En dus je brengt de sparkle he, terug ja. in de ogen van de mensen. Ja, inderdaad. Ja, door inderdaad. samen te kijken wie, wie is echt hier vandaag. En ja. Ja. Hoe kunnen we samen beter worden? Ja, ik had zo onlangs nog een hele jonge cliënt. Um, dat is een uh, muziekproducer. En uh, ja, die kon natuurlijk door heel de COVID-periode geen feesten organiseren. Um, die zat tussen de vier muren altijd zijn eigen muziek te maken, maar kon het niet heel goed lanceren. En dan op een bepaald moment hè, hij is hij bij mij terechtgekomen en dan hebben we samen een weg afgelegd. En uh, nu is die, heeft hij eigenlijk al zijn vooropgestelde doelen bereikt. En die is echt gewoon, ja, die komt volledig tot zijn recht nu. En dat vind ik prachtig om te zien. Ja, ik ben zijn grootste fan. Ah, voilà. <laughs> maar je zegt vooropgestelde doelen. Ja. Dus hoe belangrijk is het om doelen te bereiken? maak, eigenlijk ja. zichtbaar maken, ook voor jezelf? Ja, absoluut. Heel belangrijk. Wanneer ik dat vraag aan mensen, um, dan, dan zijn het vaak hele grote doelen. Dus het hoeven ook niet per se hele grote um, doelen te zijn, die misschien niet behaald worden. Maar het kunnen ook kleine stappen zijn. Uh, tussendoelen noem ik dat dan. En, uh, en zo gaan we stap voor stap richting de grotere doelen ja. en dat is een heel mooi proces om te zien. Ja. En het is ook denk ik zeer uh, satisfying dat je zegt: ik heb vandaag dat gedaan, of ik heb dat opgeleverd. Wel, dag heb ik nu eindelijk heb ik dat afgehandeld. Het is klaar. Ja. Het is ook heel uh, bevredigend denk ik ook. Ja. Hè? Ja, ook absoluut. Mentaal, ja. Absoluut. En uh, het is vooral uh, mijn doel om uh, ook met mijn boek om mensen eigenlijk een hart onder de riem te steken. Je staat er niet alleen voor. Uh, je hoeft niet per se naar een coach of een therapeut te gaan. Ik denk dat u in uw eigen omgeving, dat je goed weet welke mensen er voor u zijn, waar je op kunt rekenen. En het is geven en ontvangen. Um, en dat mensen eigenlijk dit boekje als een soort van cadeautje mogen beschouwen. om... Terug te moeten vinden van ik ga er morgen terug tegenaan. of ik ga er nu meteen terug tegenaan. Ja, yeah, why not? Hè? Want ja, uh, het gaat uiteraard over jouw boek. aangegeven uh, door uh, willems uitgevers yeah. of voor, voor de Boekencafé. Het is Spijkerpoëzie geworden. Ja, yeah. uh, yeah, wat een mooie titel, is dat. Yeah. Van waar komt de titel? Ik heb uh, met mijn beste vriend. Uh, ik was hem een gedicht aan het voorlezen. op een zomeravond, een heel gezellige avond. Um, en uh, het ging over. Een, een metafoor van iemand die een zee van spijkers doorzwam. En hij zei zo: oh, Marleen, dat is echt uh, spijkerpoëzie. En toen had ik zoiets van ja, inderdaad, die titel klopt eigenlijk volledig. Uh, we komen ja, pijn tegen in het leven, dat, is, dat, dat, is, dat kun je niet vermijden. Maar um, als je maar doorzwemt, dan kom je er wel doorheen. Dus uh, ook met pijn, dat leert ons vaak om, om juist de kracht te vinden of om het mooie terug te zien. Um, ja, dat, dat, pijn kan niet zonder uh, ja. Ja, pijnloos ja, uh, voilà. gelukkig zijn. Ja, ja uh, na pijn komt misschien uh, geluk. Genezing, genezing. Ja. Maar dan... je kunt alleen maar weten als je pijn gehad hebt. Hè? Absoluut, ja, ja. ja. Absoluut, absoluut. Ja. 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 Het is een edgy uh, naam. En de poëzie dat er in het boekje zit, is ook edgy. Ik heb eventjes uh, zitten spieken in, in, in jouw boek. En uh, ik vind een heel leuk liedje... Mag ik je een liedje zeggen of... Ja, Poëme, of um, de, in het boek staan vooral um, uh, gedichten, maar natuurlijk, uh, er staan ook een aantal songs in. En in het boek wordt er ook verwezen naar de plaats waar die beluisterd kunnen worden. Ah, dus je hebt daar ook muziek uh, gemaakt ja. op basis van uh, je ja, gedichten? Ja, omdat woorden zijn krachtig, maar als het, als het gecombineerd wordt met muziek, ja, die impact is uh, ja. Heel, dat kan ons echt raken. Ja, ja. ja de ijstijd. Misschien wil jij dat eventjes ons door uh, deze mooie gedicht doornemen? Ja, ja. zoals je kunt zien uh, uh, is in het boekje, uh, werden er ook heel veel uh, foto's uh, toegevoegd. Ik heb die foto's allemaal zelf gemaakt, omdat bij elk gedicht vond ik dat toch wel een, een bepaalde foto uh, hoort, omdat ook weer. En beeld hangt mooi samen met woorden en gevoel. En bij ijstijd heb ik gekozen voor een winterbos. Ja. Um, ik zal het even voorlezen. Het is een kort gedicht. En dan zal ik daarna ook vertellen waar het over gaat. Okay. De zwarte ijspriem doorboort het schuldige lijf, het onschuldig leven. Bevroren tentakels zuigen zich vast aan het raderwerk van de levensklok. En bevriezen de tijd. Ijstijd. Scherpe splinters schitteren schitterend Midden in de schakelte ketting des levens Dansend in het zonlicht, smeltend doorheen de tijd wow. ja, Ik heb mijn uh, vader op, um, op heel jonge leeftijd verloren En ik heb toen dit gedicht geschreven um, Omdat ik zoiets had van, ja, dat gaat lang duren Voordat die splinters in mijn hart gesmolten zijn Dat gaat over jouw pijn Dat gaat over verlies, de pijn, het ja. verlies maar ergens weet je, op een bepaald moment gaat je terug kunnen genieten van het leven. En zo is dat met verlies. Als je verlies meemaakt, je denkt van, die pijn gaat nooit... Uh, ik vergelijk dat met een, een ijsplinter die smelt doorheen de tijd. Ja. En als je terug het zonlicht kunt voelen, dan weet je van, ja, het is bijna voorbij. Ik ben er bijna. Ja, hoe mooi is dat. Uh, ik kreeg er helemaal kippenval van. Um, ja... Daar staan we een beetje stil bij, zeker als het verbonden is aan het verlies van je eigen ja. vader. Ja, ja maar. Ja, ja. Je ogen schitteren verder en ik zou zeggen: Wauw, een heel een boek van de mooie gedichten. Um, daar zitten ook verhalen van je klanten, hebben we in het begin gezegd. Ja, um, zijn... of, of deels, of hoe dat ja, jij dat verwerkt. Voordat ja. ik het vooral verwerk, um, bijvoorbeeld die persoon um, ja, die daar een verslaving heeft uh, gehad. Uh, ja, ik, ik probeerde zo na te denken van hoe, hoe is dat dan voor iemand op een moment dat die zich volledig wil verdoven van alle pijn, van hè, eigenlijk een soort van vlucht, vluchten van de realiteit. En dan probeer ik dat um, op, een, op een mooie manier eigenlijk te begrijpen en neer te schrijven. Ja. Ja. Is die arts... Um Chinese, of ja. Is dat heel goed gekomen? Ja, het, ja. Het, het, het zal nog een hele tijd nodig hebben, maar het gaat wel uh, ja. de goede richting uit. Dus, en dan de kun je die zelf ook uh, een beetje op de alarmbel gaan trekken. Ja, je, ja, absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alright. ja je boek is over uh, hoop en positiviteit. Ja eens. Ja, ik denk zoals ik daar straks ook al zei, van we staan er niet alleen voor. Um, we, we beseffen meer dan ooit hoe belangrijk dat die connectie met elkaar is, dat we elkaar ook echt nodig hebben, dat we elkaar zeker zoveel mogelijk moeten vastnemen en moeten supporten op eender welke manier. En de hoop is, ja, we hebben allez, de wereld dus terug open gegaan, het slot is er vanaf. En dat is eigenlijk um, de bevestiging van de hoop die we doorheen die hele periode hebben gehad. We hoopten van ja, gaat dat terug kunnen, gaan we terug mogen afspreken. En vandaag de dag is het wel zo. Er is veel veranderd en het is niet gemakkelijk. En ik denk dat we nog uh, een hele weg te gaan hebben. Maar in onze eigen omgeving kunnen we wel al terug de mooie dingen en, en die connectie met elkaar terugvinden. Ja. Daar ben ik wel heel blij om. Dat is wel een heel, heel <laughs> ja. mooi gezicht. Ja. Dus ja, mijn je schreef ook uh, gedichten over liefde. Ja, ja, ja. ja en dat zeker. vinden we ook terug in jouw boek. Um, ik denk dat ik er eentje gevonden heb. Um, ik weet niet of dat juist liefdesliedjes. Um, hart. Ja, ja, ja. ja hard dat met klopt. de D of zonder D. Ja, met de D. Dus liefde kan inderdaad hard zijn, maar ook hart van hartig. Ja. Zou jij deze willen voorlezen? Want ik vond hem bijzonder mooi. Ja, zeker, zeker. Um, waar de smullende kolen nagloeien van een verloren liefde, dreigde mijn verbrande geest mee een rook op te gaan. Vergat ik hoe de zon opkwam of onderging, waar de alle dagen één, stond de tijd stil. Toen de mist als een wollige deken al mijn dromen onzichtbaar maakte en ik danste met de schaduwen uit het verleden. Voelt de diepte van jouw zuchtend hart als een frisse lentebries over mijn weiland. Worden mijn zintuigen tot leven geblazen, terwijl mijn ziel proeft van het zachte licht? fluistert mijn hart een onbekende melodie en wordt de hemel terughelder. Oh, wow! Je toen, had je toen iemand bepaald in je gedachten? Ja, 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 zeker. We kijken richting... Ja, we kijken naar Karel. Karel. We Kijk eens aan wat een liefde ook in uh, een mooi gedicht Absolut. kan uh, geschreven. Ik vind het uh, zeer bijzonder dat je woorden gebruikt en in uh, en, 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 en een mooie uh, samensmelting, in uh, in, 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 in een gedicht opschrijft? Is, is dat iets dat altijd gekund? Of? Ja, ik, ik vertel dat regelmatig. Dus vroeger, toen ik nog niet kon schrijven, ik was altijd al een enorme muziekliefhebber en ik ben ook vrij muzikaal opgevoed door mijn ouders. En mijn zus en ik hebben de Engelse popmuziek bijvoorbeeld. Ja, wij kenden die, die teksten natuurlijk niet, dus wij fantaseerden dan ons eigen liedjes. En toen is het eigenlijk zo... Ontstaan van oh, op de dag dat ik kan schrijven, dan wil ik een eigen nummer schrijven of dan wil ik een eigen gedicht schrijven. En dat is altijd zo gebleven. Dus die passie voor taal, uh, spelen met woorden. Uh, ik, ik, ik was op weg naar hier en ik zag een vrachtwagen en daar st ik zag eerst het eerste stukje golf. Hè, golf, dan denken we aan een mooi golfterrein. Um, eh, zon, fijn op je gemakje, eh, een balletje slaan. En dan ging het over, dat was eigenlijk een transport van golfkarton. Ja. <laughs> en dan, alleen ja. de verbinding en de woorden, woorden kunnen zo krachtig zijn, dat bepaalt, dat, dat bepaalt eigenlijk... Eh, ge, als je golf ziet, dan denk je aan de keer dat je dat misschien eens bent gaan doen, een gezellige dag op het golfterrein. En golfkarton, ja, dan denk je aan... Mijn mama, die een bakkerij heeft gehad. En dan al die, die uh, kartonnetjes van die, eier, van die eieren die wij moesten wegdoen naar het, naar het ja, ja, dorp. Dus, uh, dus die associaties vind ja, ik heel interessant. Die, die blijven dan. jou triggeren. Ja, ja, ja die blijven absoluut. eigenlijk in je hoofd uh, ja. gebeuren. Ik vind het ook heel leuk om zo um, ja, om, om te spelen met woorden, om, om, ja, om te zien van. Wat roept het bij mij op, dit bepaald woord? En dat probeer ik inderdaad in dit boek ook heel ja. fel tot uiting te brengen. Ja. Ja. Maar je bent uiteraard ook een uh, tekstschrijver of songwriter. Ja. Hè? ja. Uh, en het zijn er ook een aantal uh, van jouw gedichten, die zijn ook als, als uh, teksten overgenomen voor een songs. Ja. Uh, klopt. Kan je ons daarover iets vertellen? Ja, um, dat is eigenlijk heel spontaan verlopen. Ik had zoiets van. Uh, ja, om, om meer impact te creëren zou het wel leuk zijn om samen te werken met artiesten. Omdat um, muziek, dat, dat kun je ge zo uh, gemakkelijk overbrengen en dat komt zo gemakkelijk binnen. He, een, een boek moet je lezen... En uh, muziek hoort je gewoon, dus dat komt rechtstreeks binnen, en dat vind ik heel mooi. Um, ik heb dan ook een, uh, een hele intensieve opleiding gedaan in de zomer. En dat was in, um, in Londen um, over songwriting met Martin Sutton, um, een hele bekende uh, songwriter voor, voor heel wat, uh, bijvoorbeeld Lianne Rimes en zo. Was het bij de Point Blank Academy? Uh, bij de Songwriting Academy. Okay. Ja, ja, ja. En uh, daar doe ik nu ook een one-on-one -on -one coaching traject. En uh, ik vind het zo bijzonder om te leren hoe je eigenlijk al die technieken ook met je poëzie kunt combineren. Dus hoe kun je eigenlijk van een gedicht overgaan naar een song met de juiste ja, middelen om, om het verschil te maken. Ja. Ja. Ja, ja. Dus ja, je, bent, je wordt misschien een van onze belangrijkste songwriters. Ik zou dat wel heel leuk vinden. <laughs> ik zou heel graag uh, schrijven voor, uh, voor um, artiesten. Ik doe dat heel graag. Um, en omdat het ook... Um, ik hoef daarvoor niet per se zelf in de spotlight te staan. Dus uh, ik ja. vind het leuk om een boodschap te brengen en dat iemand anders het mee uitdraagt. Ja. Ja, wie weet, voor de Clouseau komt er nog een ja, tekstje. Zo'n ja. liefdesverhaal. Ja, dat zou uh, heel leuk zijn. Van ja. Anne. <laughs> ja, 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 En daar haat ze. Ja. ja. En dan, uh, daar komt de Marleen van Leemput met haar een mooie gedichten. Ja. ja uh, een mooie sprankelende persoonlijkheid vandaag. Uh, onze Marleen en een prachtige boek. Hè? Dank je. Um, en een boodschap van, van hoop. Ja, van absoluut. connectie. Ja. ja. En uh, vooral, ja, dit boekje staat symbool voor een warme knuffel. En dat is ook hetgene wat ik het leukst vind om te vertellen. Dat uh, eh, ook wanneer we elkaar niet mochten knuffelen, dat het op deze manier toch gebracht kan worden. Ja, voilà. Ja, voilà. Dat is, uh, dat is echt een echt heel mooi, een mooi gezicht. Uh, Marleen, um, is er nog een, een ander project uh, dat je binnenkomt? Uh, ja ik ben vooral bezig met de muziek natuurlijk mm -hmm. en uh, ik ga in dit boek ook uh, zijn er heel veel verwijzingen naar de muziek uh, voor degenen die dat leuk vinden om, om daar naar te luisteren dus de verwijzingen worden ook goed duidelijk in dit boek ja voilà, goed en wel denk ik denk dat uh... Een zeer duidelijk en een zeer mooi verteld verhaal is uh, vandaag. Ik dank u alvast voor uw komst naar onze ja. studio. Ik en, dank uh, u, dank, uh, dank uh, u wel. <laughs> uh, en ik zou zeggen, blijf schrijven, want het is uh, zeer mooi, zeer boeiend en uh, zeer goed gedaan. Dank je wel. En uh, ik ga zeer zeker een volledig spijkerboek uh, of spijkerpoëzieboek gaan uh, lezen uh, van uh, Marleen van Leenpoet en Seka uh, Dobrich. Check-in uit van vandaag.